Toon Boonman, voorzitter van de volksvereniging Moergestel. Ja. Toon, je hebt deze daarna nog dingen gegoten, daarna een straatje gegoten, kunst erbij. Ja. Ja, waarom? Ja, puur een beetje proberen de volksvereniging wat meer te promoten in Moergestel, omdat er toch altijd een beetje weer terugloopt en ja, meer bezoekers te krijgen. Hebben gezegd van nou, we kunnen de schilderij precies erbij doen. We hebben net een lezing gehad over de gierzwaluw. En morgenmiddag hebben we nog Ties van Engeland met de Having in de lezing. En dan proberen we het volk toch weer een beetje te betrekken bij de vogels. En zodoende, ja, misschien dat er meer leden bij kunnen komen en dat de vereniging weer uitgebreid kan worden. Misschien weer een grotere tentoonstelling in Moergestel. Toon, hier staan we nou bij de zebra's. Eerste prijs en derde prijs. Waar is nou precies opgelet? Waarom heet de derde prijs? Welk verschil zit erin? Nou, dan wordt ten eerste wat gelet op de kleur. Kijk, zo'n bruin, je moet lekker warm bruin zijn. De conditie moet een beetje goed fris en snel kijken. En dan de kleur, en zeker van de man. Die wangvlekken, die moeten mooi oranje zijn, bruin. Borsttekening, die moet mooi strak egaal zijn. En een mooie flanktekening. Ja, de pootjes moeten netjes verzorgd eruit zien. Snaveltje mooi glad. En de grootte van de vogel, hè, die mag niet te groot zijn, maar ook weer niet te klein. Dus, het staat allemaal in standaard eisen van de Nederlandse mond. Het staat precies in hoe dat je ruim zien, de maat. De speciale vraag. Hoe oud kan ongeveer een zebra worden? Zebra vinks geworden? Ja, zonder dat de kat op de kooi komt. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Een jaar 5, 6 moet je altijd wel kunnen worden. Dus, maar precies de leeftijd is het daar niet te zeggen. Nee. Nou, deze knaars, dan met zo'n kleurknaars, wat meer op de kleuren gelet. Dus hij moet mooi hard geel zijn als het een intensieve vogel is. Is een schimmelvogel, dan moet er een hele lichte waas overheen liggen. Dan mag je dezelfde kleur, maar dan een lichte gloed eroverheen, zeg maar. En de horendeel natuurlijk, de pootjes en de snavels allemaal goed zijn. En je mag geen bont hebben, geen zwarte pennetjes en zo. En dan hoor, en de grote netjes, kopje mooi. En dan wordt deze weer opgekeurd, want die heeft verder geen tekening of zo, de gele knaars. Krijgen ze nou inderdaad kleurstof in de voeding of? Nou, de gele meestal niet, de rode wel, maar de gele eigenlijk niet. Er is wel tegenwoordig pulver in de handel, maar dat wordt bij onze vereniging niet gebruikt. Nee. Dus, maar bij de rode kanarie wordt er steeds kleurstof gebruikt? Er wordt nog steeds kleurstof, anders word je nooit niet rood. Dus, als je een rode kanarie hebt, geeft geen kleurstof bij. Als je een rode kanarie koopt, dan kun je goed naar een half jaar. Dus als je uitgeruikt is, dan krijg je weer gewoon de originele kleur, krijg je weer bonte, kan er goed een bonte vogel overhouden. Of een gele, dus maar vanaf wat je uitkomt eigenlijk. Oké. Okay. Toon, de grote parkiet. Ik zie er hier 2, 3, 4, 5, 6 zie ik er zitten. Ja. En ik zie je eerste prijs daar, een bonte parkiet. Ja. Prachtig, zeg maar. En die andere twee maanden ook gekeurd zijn, maar minder, of hoe moet ik het zien? Ja, dat komt bij de grote parkieten. Deze zijn wel 3 soorten parkieten al. Maar dan komt dat die allemaal in 1 hoofdgroep vallen bij ons. En dan moet je er 6 hebben en dan valt er 1 prijs in. Valt er 7 vogels tot 13 vogels, dan valt er weer een prijs erbij. Dus zodoende valt er bij 6 vogels altijd maar 1 prijs in. Oh, zo. Heb je er meer, kom je aan de 10 vogels, 10 grote parkieten, dan valt er 2 prijzen in. Mis zij dan weer aan de punten voldoet natuurlijk. Ja, dan moet je wel weer 88 punten halen. Zonder kleurstof neem ik aan. Hij is ook zonder kleurstof. Deze is gewoon puur natuur, hè? Deze is gewoon puur natuur. Deze moeten helemaal wit zijn en die mogen minimaal aan geel op de vleugelpennen laten zien. Ja, mag dat? Deze mag dat wel. Bij de dominant witte wel, maar de recessief witte mag het niet. Die moet helemaal speerwit zijn. Ja. En die moet natuurlijk mooi helder wit zijn, hè? Dat is wel eens gewassen. Deze, dan zijn ze in de VR zo, dan was toch gauw weer grauwer of zwarte. En dan was ze gewassen voor het toestel. Dat was een mooi wit. Die vogel die is een heel groot gedeelte in zijn jeugd met de hand grootgebracht. En die mantel tegenover mensen, want die moet altijd mensen.